Salam is een jonge vrouw van 20 jaar. Ze komt van oorsprong uit Soudaan. Samen met haar ouders, broer en zussen is zij tien jaar geleden naar Nederland verhuisd. Salam is al verschillende keren op het spreekuur van de huisarts gekomen met terugkerende urineweginfecties. Ook heeft ze wel eens genoemd dat zij hevige pijn heeft rondom haar menstruatie. Tot nu toe heeft de huisarts niet gedacht aan een samenhang met een mogelijke besnijdenis. Ook omdat Salam en haar moeder dit nooit hebben genoemd. Nu overweegt de huisarts deze mogelijkheid wel serieus. Kan een terugkerende urineweginfectie inderdaad samenhangen met een besnijdenis? En hoe maakt de huisarts dit gevoelige onderwerp bespreekbaar? Inderdaad, residuerende urineweginfecties en pijnlijke menstruaties die kunnen een relatie hebben met VGV. En hoe je het kunt bespreken. En welke vragen je dan kunt stellen en welke type VGV er voorkomen, ook dat zal in deze presentatie aan bod komen. En ook de gevolgen. De gevolgen dus um, uh, gerelateerd ook aan de klachten. En ik eindig met een aantal aanbevelingen. Hoe kan je het bespreken? Voordat je het kunt gaan bespreken, zijn er wel een aantal dingen zijn er belangrijk. Bijvoorbeeld. Investeer in, het in vertrouwen, investeer in het opbouwen van een relatie, investeer in het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Want er is altijd schaamte en ongemak uh, bij klachten van de intieme uh, uh, lichaamsdelen. Dat geldt voor alle vrouwen, maar dat geldt in het bijzonder geldt dat voor meisjes en vrouwen die besneden zijn. Um, je kunt je ook voorstellen dat sowieso er sowieso een um, ongemak is, omdat men ook niet heel veel weet van hoe het er van onderuit ziet. Um, belangrijk is om belangstelling te tonen voor de persoon. Dus wie zit er voor je? En je kan bijvoorbeeld bij Salaam, die is twintig uh, jaar, kun je vragen van goh, hoe gaat het op het werk of hoe uh, gaat het met je studie? Um, en zelf vind ik het altijd heel belangrijk dat, de, dat ook iemand merkt, de patiënt merkt dat hij gezien wordt. Dus bijvoorbeeld als je naar de uh, wachtkamer loopt en je gaat mevrouw Jansen ophalen, dat je dan uh, uh, mevrouw Jansen met je meeneemt, maar ook even al knikt en als je dan salam kent, dat je zegt: Dag salam. Dus dat, dat maakt dat je belangstelling hebt en dat je iemand ook kent. Daarnaast is het. Denk ik ook goed dat je je realiseert. En dat noemen wij. Um, dat je de klacht exploreert... op een cultureel. sensitieve wijze. Dat je, je realiseert. Um, dat jouw eigen achtergrond. als hulpverlener en als huisarts. een andere is. dan dat van de. Uh, van de vrouw die voor je zit. En dat heeft in elk geval. Uh, heeft dat te maken uh, met respect. en met een open mind. om uh, gewoon goed te luisteren. Er is nog iets anders wat aan de hand is. Want, uh, de vrouwenbesnijdenis in, de, ja, in onze cultuur wordt toch afwijzend op gereageerd. Um, en ik denk dat het heel goed is om je te realiseren dat wij wel vinden dat het strafbaar is, of onze rechtspraak, dat het niets te maken heeft met het afwijzen van een persoon, maar dat het alles te maken heeft met uh, de VGV aan zich. En vrouwen, dat is ook mijn ervaring. Voelen het heel vaak als een afwijzing uh, van zichzelf, als een raar fenomeen wat zij dan hebben. Nou, en dan als je de gelegenheid hebt, um, als, het, als het er sprake kan komen, vraag dan naar VGV, um, maar vraag in elk geval bij bepaalde klachten uh, naar VGV. Nou, hoe maak je het bespreekbaar? Je maakt het bespreekbaar door uit te gaan van jouw eigen eh, kennis. En als iemand dan vertrouwen heeft, dan luistert hij in elk geval. Bijvoorbeeld, bij salam, je komt uit Sudan. Ik weet dat in Sudan de meeste vrouwen besneden zijn. Dat is ook zo, dat weet je. En jouw blaasontstekingen en pijnlijke menstruaties kunnen daarmee te maken hebben. En daarom wil ik als dokter weten of je besneden bent. Ben je ook besneden? Nou, misschien zegt ze wel nee. En dan blijf je gewoon rustig. En dan is het een nee, je slaat het een beetje bij uh, op hè, voor, in de, uh, voor de volgende contacten die uh, uh, er zijn. Zegt ze ja, dan zeg je, wil je daar iets over vertellen? Of je zegt, mag ik je daar iets over vragen? Dat betekent dus dat je uitlegt waarom je de vragen gaat stellen. En tegelijkertijd ook dat je een toestemming vraagt, waarbij zij kan vertellen en waarbij je ook later nog kan vragen. Mag ik je daar iets over vragen? Nou, welke vragen ga je dan stellen? Wat is belangrijk? Nou, het type VGV kom daar straks nog op terug, is belangrijk, maar je kan je wel voorstellen dat als de VGV uitgebreid is, dat er verschillen tussen type 1 en type 3, maar als de VGV, naarmate die uitgebreider is, naarmate er ook meer klachten kunnen zijn, naarmate de gevolgen of de complicaties ook ernstiger kunnen zijn dan de leeftijd waarop de vrouw besneden is. De meeste meisjes zijn besneden tussen de vier en de twaalf jaar. Maar ik had laatst een vrouw uit Eritrea en daar is een andere cultuur. Want daar is het van afhankelijk. Het is een christelijke cultuur en daar is het eigenlijk in het eerste jaar in haar geval al was het bij tien dagen. De omstandigheden bij de VGV? He, dus is, kun je al inschatten, oeh, daar is niet zo heel veel hygiëne toegepast. Misschien een infectie. En of er verdoving is gegeven. Want bij verdoving heb je natuurlijk minder pijn gevoeld. En, in, en dat zou gunstig kunnen werken voor de, uh, nou, in geval voor de psychosociale gevolgen. Dan twee heel belangrijke punten. Dat is ook belangrijk om te kijken hoe dat straks zal gaan. Want Salame heeft misschien nog wel jongere zusjes. Je kijkt, je, je gaat het gesprek aan Over hoe men denkt in het gezin waar zij vandaan komt. En als salam een partner heeft, vraag je ook hoe, het, hoe hij erover denkt en hoe um, de schoonfamilie of de toekomstige schoonfamilie daarover denkt. Dan heb je enig idee of men het als een gebruik vindt waar wat in de periode daar heel belangrijk is, omdat het iemand includeert in de cultuur, of dat het een gebruik is. Wat, uh, waar men nu in een andere Europese cultuur toch al van af wil stappen. En hetzelfde is uh, hoe vindt zij het om erover te praten? Het kan best zijn dat ze uh, dat niet alleen moeilijk vindt, maar ook gewoon niet weet precies hoe ze het zal benoemen en hoe ze erover zal uh, praten. Omdat ze bijvoorbeeld geen seksuele voorlichting heeft gehad. Dat zou heel goed kunnen. Dan het gebruik van medicijnen of middelen als pijnstilling. Omdat je je kunt voorstellen dat, dat als dat nu gebruikt wordt, iemand in elk geval heel veel pijn heeft. En het ook wel belangrijk is om, die, om dat medicatiegebruik uh, uh, voor ogen te houden. En dan de drie laatste punten die in elk geval heel belangrijk zijn voor een uh, PTSS of voor angststoornissen of voor depressie, voor de psychosociale klachten. En dat is, is er een voorgeschiedenis al van seksueel misbruik? Dat kan in het land van herkomst uh, zijn neef, oom, het kan. En met kan in elk geval is het heel erg waarschijnlijk als het een vluchtverhaal is. Omdat tijdens het vluchtverhaal eigenlijk toch wel de meeste uh, vrouwen zijn uh, verkracht, misbruik, of het hebben moeten toezien bij zus of anders. Maar ze zijn getraumatiseerd. En dit hangt natuurlijk enorm samen uh, met hoe men, uh, hoe men straks in het leven staat. Waar ik dan straks op, uh, ook op terugkom, want dat maakt uit wat de traumatische ervaring is. Ik ga uitleggen de type, omdat dat wel um, uh, belangrijk is. Um, en dan, dit is het mooie plaatje zoals wij dat uh, kennen. Ik zal even erbij zetten, want het is de. Vulva voor degenen die het nog niet gezien hadden. Je ziet uh, boven, dat is belangrijk om te kijken. Dit is het hoedje, hè? dus de capuchon van de clitoris, of de clitoris. En hier zie je de buitenkant, dus het buitenste stukje zie je van de uh, clitoris. Waarbij ik gelijk wil zeggen dat ook er en waar bij opwinding nog een heel groot gedeelte ook zichtbaar is. Je ziet hoe dicht het ook zit bij de. Uretra, dus bij de, nou, de uretra, dat weet iedereen. En dan ook als er hier een. Um, kijk, die type 1, waar ik straks op kom, dat is natuurlijk relatief, is dat um, niet zo indringend, maar als daar een infectie is geweest, dan zit het wel heel erg dicht bij de uretra. Dan kun je ook uh, uh, klachten krijgen van de blaas of van de uretra zelf. En dit is de vagina, de opening van de vagina. Dan ga ik eventjes door, want dit had ik moeten meenemen naar de uh, volgende, want dan ga ik het uitleggen. Dit is de type 1. Type 1 staat er goed op. U ziet hier dat in het rood, dat is weer het hoedje. Het is de gedeeltelijke of totale verwijdering van de clitoris en of de vooruit. Dus het kan de hele clitoris zijn, maar het kan ook de vooruit zijn. Althans, het zichtbare gedeelte van de clitoris of de clitoris. Type 2, dan zie je al eigenlijk dat er heel veel meer is: het is de gedeeltelijke of totale verwijdering van de labia minora. Maar het kan ook zijn de gedeeltelijke of totale verwijdering labia minora. En of de clitoris erbij. En dan kan ook nog, kunnen ook nog de labia minora kunnen. Dus dit is hier een rood. Zeg maar de, het hoedje, de clitoris wat er dan is, labia minora. En eventueel ook nog de labia majora. En dan type 3. En dat is datgene wat de intubulatie heet. En dat is allemaal... Um, ook de gevolgen zijn allemaal te relateren aan het feit... dat er een vernauwing is van die vaginale opening... Door verwijderen of aan elkaar hechten van minora en of de labia majora. En al dan niet met verwijdering ook van de clitoris. Dus dit houdt dit plaatje heel erg goed in de gaten. En dit is zoals het er dan uitziet. En uh, ja, het, het, uh, wat ik gezien heb van veel uh, besneden vrouwen, ook dit type, vaak ziet het er ook gewoon. Uh, gaaf uit, zal ik maar zeggen. Dus ik bedoel, het is niet dat het altijd uitziet met allerlei neuronomen of kiestes of allerlei pussende zaken. Complicaties op korte termijn. Ik moet zeggen, bij alle complicaties, zowel die op korte als op langere termijn, dat daar natuurlijk geen gedegen onderzoek over is. Want er is natuurlijk geen uh, registratie zoals het hier uh, bij ons is. En het, nou, maar dit is wat we hebben. De bloedingen. De urine-retentie, die met name ook komt door de pijn en door de genitale zwemmen, zwelling en dan de infecties lokaal. Dat weten we in een geval dat dat voorkomt, maar ook wel opstijgend en daar weten we nog niet zo heel veel van, maar je kan je wel voorstellen dat bij onhygiëne dat, dat ook gebeurt. Dan zijn er de complicaties en die complicaties die, uh, uh, heb ik opgedeeld in de gynaecologische en urologische gevolgen. Obstetrische gevolgen, de psychosociale gevolgen en dan verder ook de seksuele gevolgen. En ook andere sprekers na mij zullen daar nog dieper op ingaan. Maar dit wat belangrijk is voor de huisarts om te weten: pijnlijke menstruatie, vaker naarmate de opening kleiner is. Een moeilijke of een pijnlijke urinelozing, want dat heb ik net uitgelegd als je urethra eh, beschadigd is geworden bij type 1. Uh, maar natuurlijk ook bij type 2 en 3. En de vrouwen ervaren dit vaak niet als klacht, want iedereen plast in een omgeving zo. En als ze dan hier komen, dan merken ze dat ze gewoon veel langer moeten plassen dan hun uh, buurvrouw, die niet besneden is, om eens iets te noemen. Urineweginfecties, salam. Dit is duidelijk een, een relatief risico van drie keer zoveel. Verhoogde kans op bacteriële vaginose is ook een verhoogd risico. Waarschijnlijk omdat het microbioom ook uh, verstoord raakt door dat um, de menstruatie en de urine niet weg kan. En dan de chronische bekkenpijn met een overactieve blaas. Um, en daar wil ik wel even een accent op um, uh, richten, omdat dat wel betekent dat, uh, dat die, die blaas en ook allerlei klachten van de mixie en ook allerlei chronische pijnklachten daarmee te maken hebben dit teken en keloid. Obstetrische gevolgen: langdurige bevalling met een hevig bloedverlies, pierenneemritueel, allemaal dat dat een hoger ratio heeft. Kunstverlossingen nemen toe met de cesaria en ook de maternele sterfte met doodgeboorte is hoger. Nou, dit van het inwendig onderzoek, dat is veel, dat is natuurlijk moeilijker. Dat betekent ook dat vrouwen opzien bij de cervixscreening. Dus ik vind echt dat huisartsen moeten kijken wie niet opkomt... en daar dan apart contact mee opnemen. Want het is al lang niet meer dat het met een speculum hoeft te gebeuren. Maar dat kan allemaal met SPAPs. Ik vind het zelf heel erg belangrijk dat die lagere respons... door ons huisartsen hoger gemaakt wordt. Dan de obstetrische gevolgen. Ja, ik was nog even bezig... Um... Dat er ook de deinfibulatie moet bij uh, coaches. Om de bevalling of uh, de coaches mogelijk te maken. Maar dat is meer uh, ook voor de klassische chirurg, zeg maar. Dan de psychosociale gevolgen. Angst en depressie had ik al genoemd, maar dat hangt ook samen met het vluchtverhaal en het gebrek aan perspectief hier. De PTSS komt overigens niet zo heel vaak voor, maar wel in combinatie met wat ik gezegd heb. Over het vluchtverhaal en datgene wat met het land van herkomst en tijdens de vlucht en hier ook nog um, met weinig perspectief heeft meegemaakt. Dan de aanhoudende lichamelijke klachten, vooral de chronische pijnklachten. Dit is wel hetgene wat ik in de praktijk het meest gezien heb. Dus dat het niet zozeer was dat het de VGV op zich was, maar wel eigenlijk alles wat aan pijn en aan emotie en aan de gebeurtenis zelf. Uh, uh, bleef uh, hangen in het lichaam, zeg maar. De body keeps the score, dat is toch die aanhoudende lichamelijke klachten. Dan de angst voor seks, de angst voor de bevalling. En zijn mijn klachten een gevolg van VGV? Want dat is heel belangrijk voor ons. We moeten gewoon onze anamnese afnemen. Bij pijnlijke menstruatie, bij residuerende urineweginfecties... en ook bij de andere, om te kijken dat niet alles een gevolg van VGV hoeft te zijn... dat er ook andere oorzaken kunnen zijn. De seksuele gevolgen, noem ik nog, komt straks ook nog aan bod. Het is natuurlijk vooral de pijn bij de eerste coaches. Ik kan iedereen zich voorstellen. Het is de pijn ook bij de, um, bij, de, uh, bij, de, bij de seks, wat ook weer te maken kan hebben met de spanning in die bekkenbodem, waardoor dat uh, in stand wordt gehouden. Of het kan de seksuele ziekte, ze kan gewoon doorlopen worden. En ook de meeste vrouwen kunnen een orgasme krijgen. Dat is natuurlijk ook de stimulatie kan. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat die hele clitoris niet geheel verwijderd kan worden. Soms is ook gewone seksuele problematiek. En ik zeg altijd, een goede relatie met de partner helpt. Bij alle seksuele problemen, maar ook iemand met geduld. Is, uh, iemand zei tegen mij, ja, maar de jongens weten het ook allemaal. Dus ik bedoel, ik denk dat het ook een onderwerp kan zijn. Um, de jongens bedoel je dan die uit dezelfde cultuur komen. De mannen in dezelfde cultuur. Ik eindig met de aanbevelingen. Ben je bewust van... Heb Kennis op korte, lange termijn gevolgen. Vraag indien relevant. En experiëre klachten. Vraag echt als het relevant is. Niet alle gepresenteerde klachten hebben te maken met VRV. Niet iedereen is een slachtoffer. Ik wil zeggen, of heeft slachtoffergedrag, zo is het niet. Vraag of de vrouw behoefte heeft aan psychosociale hulp. Bespreek de mogelijkheid van het sleutelfiguur, het eigen cultuur komen we straks in het gesprek ook nog op terug. En verwijs naar een hulpverlener met ervaring. En ik kan vooral zeggen, verwijs naar de bekkenfysiotherapie. Omdat die ik zelf binnen die huisartsenpraktijk heel belangrijk heb gevonden. En bespreek mogelijke risico's voor dochters in de toekomst. Dankjewel Twan voor deze eerste presentatie. Um, nou, ik heb wat, uh, wat vragen voor jou. Um, een van de eerste dingen die je noemde hè, was: bespreek VGV bij patiënten bij wie dat, dat relevant is. Ja. Wanneer is dat relevant voor een huisarts om te bespreken? Nou, bij alle klachten die ik heb opgenoemd. Bij en ik alle denk klachten. De wat de huisarts het meest ziet, is natuurlijk angst en depressie. Mm -hmm. De traumatische ervaringen, denk ik. Uh, ziet hij uh, wat minder, tenzij het dus toch wel echt heeft gespeeld... In het, ja. hè, echt in de seksuele verkrachtingen, zeg ja. maar. Hè. Dus dat is een punt. Dus daar speelt het. Er komt natuurlijk heel veel voor mm -hmm. in de huisartspraktijk. Maar ik denk dat het goed is om met, het, met in je achterhoofd... dat het iemand is uit die cultuur, om dat te bespreken. Ja. Dus ik ben niet zozeer van de intake voor mijn vak... voor huisartsgeneeskunde, dat het dan al aangekruist zou moeten worden, omdat ik denk, je kruist aan en wat dan? En dan ik vind ja. het veel belangrijker dat men het zich realiseert op die momenten in, in de spreker, dat zijn er veel momenten, want het andere moment waar het heel belangrijk is zijn natuurlijk de genitale klachten en de urineweginfecties ja. en de aanhoudende lichamelijke klachten. Dus ik heb op mijn spreekuur een aangeval met vragen rondom de VGV. Heel veel vrouwen gezien die klachten hadden um, van chronische pijn, chronische bekkenpijn, pijnklachten van de aanhechtingen, wat wij aanhoudende lichamelijke klachten noemen. Dat heette vroeger nog zolk. Ik zag het artikel al staan onderaan je slide inderdaad. Dat was volgens mij 2015 of wat langer geleden. Dus eigenlijk zeg je, bij alle klachten die jij net noemde en die natuurlijk ook in de in de leidraad staan, dan is het medisch relevant en dan dien je er als huisarts. Te vragen. ja je moet je gewoon echt bewust ervan zijn en ook de interesse hebben om als iemand komt uit Eritrea ik noem nou maar wat hè ja, 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 dat ja. het hè, wat we hadden vooral de Somalische populatie of heb, daar heb ik de ervaring mee um, om dan gewoon naar de zuid van Varos te gaan en te kijken wat weten we allemaal hoe doe je dat o, ja, ja en wat weten we allemaal over de gezondheid ja. van hoe komt men vandaan naar hier welk vluchtverhaal heeft men gehad ja ja, want daar ben ik toch wel benieuwd naar. Want he, in alle al die jaren ervaring die jij hebt als huisarts. heb je dit meerdere keren besproken. Ja. Dus he, stel, er komt nu een vrouw bij jou met die, he, die blaasontsteking. Ja. En jij denkt als huisarts na die presentatie van jou vandaag. oh, daar moet ik naar vragen. Hoe, hoe fiets je dat dan in het, in het consult? Hoe, be, hoe begin jij over het thema ja. VGV ja. bij deze vrouwen? Ja. Um, nou, eigenlijk precies zoals ik het zei. Hè? Dus ik, ik probeer dus eerst. De presentatie de... was te duidelijk. Want. Nee, Sorry, nee, nee, nee. <laughs> ik probeer dus eerst. Ja, misschien, misschien een vrouw. Nee, ik probeer dus eerst. De, de link te leggen tussen de klacht die iemand heeft. Ja. en waarnaar ik wil vragen. Hè? Dus ik weet uit ervaring dat. dit en dit en dit vaker ja. voorkomt. die klacht, bij in dit geval dan bij VGV. Ja. Um, is dat bij jou ook zo? Ja. ja? Uh, en, dan, en dan de en toestemming, dan de toestemming vragen? vragen. Ja, precies. En, en inderdaad hè? open uh, CQ gesloten. Want ja. open, dan is het aan haar om te vertellen. En de gesloten vraagt dan een beetje af van hoe je voelt. Uh, ja. Hoe de relaties, hoe de vertrouwensrelatie is. En de gesloten vragen, dan vraag je al die vragen... die eigenlijk gevraagd moeten worden... om een beetje idee te krijgen van wat is er... Uh, wat is er gebeurd, ja. zeg maar. En die, wat er gebeurd is, is wel nogal... Die verhalen zijn toch wel verschillend. Ja. Want alle culturen zijn verschillend. De contexten zijn verschillend. Dus, um, met de, dus niet alleen het type, maar het nee. gaat... Ja. ja, nee, en de reden dat ik het nog een keer vraag en blij ben dat je het nog een keer toelicht, is omdat het juist die overgang van oké, okay, je moet er als eerste als huisarts natuurlijk aan denken. Ja. En dan moet je het nog doen en we weten dat er heel veel handelingsverlegenheid is. Dus ik vond het fijn dat je dit nog even één keer um, oh, excuse, wilde uh, toelichten. Uh. Ja. Dank je wel Twan voor je presentatie en uh, voor gedaan. je tijd.